Het is vandaag dag van de werkplek. Wij zijn hier in het winkelcentrum om te vragen naar verschillende beroepen. Waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? Mijn beroep was boekverkoper. U bent boekverkoper geweest? Geweest, ja. Bent u nu met pensioen? Nee, nog niet. Maar ik heb geen werk meer. De winkel is failliet gegaan. Is het echt uw droom om met boeken te werken? Ja, ja, dat is het enige wat ik wil en kan. Wat is er zo leuk aan? Nou, het contact met de mensen en de boeken. Ik ben miljonair in tijd. Wat zegt u? U bent miljonair? In tijd. Miljonair in tijd. Ja. Dat is een heel interessant beroep. Leg eens uit. Ik ben gepensioneerd. Ik heb gewerkt bij het sportcentrum Rijkerswoerd en van alles. Een paar dingen. Wat deed u daar? Eerst de boekhouding en toen de kantine. Is toch hartstikke saai, boekhouding, of niet? Nou, je kan heel wat leuke dingen doen. Ja? Zoals? Nou, spelen met cijfers. Water treatment engineer. Wat zegt u? Want ik versta er helemaal niks. Alles met water heb ik gedaan. Ik ben al 3 jaar met pensioen, dus. Maar ik werk nog wel. Dat is hartstikke slim werk volgens mij, of niet? Werkt u nog steeds? Mooi werk. Maar wat doet u dan precies? Ik maak fonteinen, luchtbevochtigingen, beregeningen op sportvelden. Jurist bij een verzekeraar, ja. Super saai beroep, toch? Hartstikke leuk. Ja? Heb jij altijd jurist willen worden? Niet altijd. Maar het is op een gegeven moment zo gekomen en het bevalt goed tot nu toe. Maar even serieus, hoe kom je erbij om jurist te worden? Ik wilde graag mensen helpen eigenlijk, daar kwam het op neer. En dat kan op deze manier vrij goed. Wat voor gebied doe je? Civielrecht. Ja, dus een beetje het huistuin- en keukenrecht eigenlijk. En wat vind jij ervan? Ik bedoel, je ontmoette hem, dacht je een jurist, ik weet het. Zijn collega's. Oh, dat meen je bent ook jurist? Ja, klopt. Ik ben kapster. Kijk, een kapser. Ja. Is dat uw droombaan? Ik doe het al heel lang met heel veel plezier, dus ja, op zich wel. Altijd willen worden als klein meisje al, dus... Dus je bent echt geworden wat u vroeger ook al... Ja, klopt. En vertel eens, wat is er zo bijzonder aan knippen? Nou ja, het creatief zijn en met mensen werken en mensen blij de deur uitwerken, dat vind ik leuk. Gastouder. Ik ben gastouder aan huis, in mijn eigen huis. Dus ik vang kinderen op bij mij thuis. Oh, jeetje. Ontzettend druk met al die kinderen, of niet? Klopt, ja. Gemiddeld zo'n 4-5 kinderen op een dag. En dan verdeeld over 4 dagen, 5 dagen in de week. Een beetje afhankelijk van wat er nodig is voor de ouders. Je wordt er helemaal gek van? Nee, helemaal niet. Ik vind het heerlijk. Nee, ik zou echt niet anders meer willen. Nee, vindt u er leuk aan? Ja, ieder kind heeft zijn eigen persoonlijkheid. En je ziet ze opgroeien eigenlijk van baby af zijnde tot aan een jaar of 4 tot ze naar school gaan. Soms blijven ze ook wat langer. Dus ook als ze op school zitten. Maar je ziet de groei van de kinderen. En het is zo leuk. Ja, ik geniet ervan.